De kunstenaarsvereniging Flevoland die bestaat net als Omroep Flevoland dit jaar 30 jaar. 30 jaar lang heeft de KVF kunstprojecten en tentoonstellingen georganiseerd. In tentoonstellingsruimtes, in bossen en parken, bij bedrijven, virtueel. In Almere, Lelystad en Zeewolde, Dront en Emmeloord, overal waren wel tentoonstellingen en projecten. En we gaan dat nu ook hier vieren met Trudy van der Meer, jarenlang penningmeester geweest van de kunstenaarsvereniging Flevoland. En uh, Hein Walter, de artistiek leider van, uh, van die club. Voelen jullie je eigenlijk een beetje jarig? Nou, we voelen ons vooral een beetje moe momenteel. Uh. <laughs> nee, natuurlijk, ja, we, zijn, we, zijn, uh, we hebben echt een, een feestelijk jaar. Uh, met heel veel bedrijvigheid. En uh, activiteit en dat, dat merken we aan de, uh, ja, aan de dingen die we doen. Ja, maar een beetje moe dat slaat dus ook op het feit dat het uit is gesmeerd over het hele jaar. Ja, het is, het is uh, van tevoren werd, werden we wel een beetje gek verklaard dat we dat gingen doen. Zijn we ook. <laughs> dat ja. zijn we ook maar jullie moeten nog negen maanden. Ja, ja, dat klopt. Ja, ja maar de spits is eraf. Uh, ja. ja, de eerste aanzetten die zijn het, die zijn het lastigst. Ja, Trudy, wat, wat was het eerste de eerste activiteit voor dat dertigjarig bestaan? Oeh, dat was een, een tentoonstelling in de Archipel in Almere van uh, hoe ziet de kunstenaar zich. Hè? En dat waren allemaal kleine beeldjes van 30 bij 30 met tekst. Ja. En gaf dat bepaalde nieuwe inzichten, hoe kunstenaars zichzelf zien? Nou, Hein? Nou, er de, 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 kwam vooral naar voren hoe veelzijdig uh, de kunstenaar is. Dus dat uh, de Nederlander bestaat niet en de kunstenaar bestaat ook niet. Nee, we mogen niet spreken van de kunstenaar, nee. ook niet van de Flevolandse kunstenaar. Nee, ook niet. Nee, nee dat blijkt. Nee. Daar is niks over te zeggen. Of, of toch wel iets. Nou, behalve dan dat we, dat we echt alle kanten op gaan. Dat iedereen heel individueel is. Ja, we passen wat dat betreft wel bij het nieuwe tijdperk. Gewoon individueel. Uh, ja, iedereen, is, iedereen doet dat anders op zijn eigen manier. Ja, de, de Kunstenaarsvereniging Flevoland is in 1989 hm. dus opgericht. Telt uh, inmiddels meer dan 60 leden. Uh, Trudy, wat is jullie doel altijd geweest? Het doel van de kunstenaarsvereniging eigenlijk om de, om de Flevolanders toch met kunst te laten kennismaken. Ik denk dat dat een van de eerste dingen was. Lukt dat altijd ja. een beetje? Mm, niet altijd, denk nee. ik. Nee, ik denk dat... De, nou, dat is te negatief. Ik denk dat de Flevolander niet zo heel erg kunstminded is. Nee. Is kunst ook niet altijd een beetje voor een select groepje die, die daar echt in geïnteresseerd is? Misschien. Wat denk jij, Hein? Nee. Hein <laughs> wat? De moeilijke vragen spelen we door. Nou, ja, de hein. moeilijke ja. Nou ja, ja god, uh, uh, we, we doen ons best om, uh, om juist heel laaddrempelig te zijn en, en iedereen daarbij te betrekken. En de, ja, iedereen heeft de druk. Dat, ja, nou, is dat het, is het vooral? Ik denk het wel, ja. Het kost, het kost een beetje, je moet een beetje rustig zijn en een beetje... Want kunst, daar moet je wel even de tijd voor nemen. Ja, je moet dat een beetje op je laten inwerken. Ja. Nou, was het doel, zei Trudy al, ja, toegankelijk maken van kunst, maar zitten er ook nog alle andere elementen aan? Ja, aan uh, kunst in het algemeen? Nou, nou, wat de kunstenaarsvereniging doet? Nou, we, we, we willen bekender worden, dat sowieso. We willen meer, uh, meer activiteiten doen, zodat de kunstenaars ook beter betaald worden. Dat is een, uh, een doel van ons. Dat zijn twee doelen. En het kunstklimaat in Flevoland uh, beter maken en, de, en voor de kunstenaar een betere positie krijgen. En uh, we werken nou, veel met verschil, uh, verschillende uh, organisaties samen. Waarbij we aan hen ook laten zien: van nou kijk, als je met ons in zee gaat, dan, dan krijg je nieuwe dingen en krijg je nieuwe kansen. En dat, dat doen we ook. Trudy, ja. hoe lang ben jij eigenlijk al betrokken bij de vereniging? Uh, dit jaar ben ik 25 jaar. En dan ben je altijd dan penning, of je, je bent penningmeester? Of uh, wat, wat zeg ik nou? je ja. penningmeester. <laughs> ja, ja, ik ben al die tijd penningmeester geworden. Ja. maar ik ben vier jaar geleden ben ik gestopt, vijf jaar geleden. En nu ben ik alleen nog maar een klein beetje op de zijlijn, maar twintig jaar penningmeester, ja. En was je dan tegelijkertijd ook kunstenaar? Pardon, was je tegelijkertijd ook kunstenaar? Nee, nee. Ik, was, ik was een van de weinigen in het bestuur die geen kunstenaar was. Nee. En betekende dat dan dat jij een ander soort blik had? Oh, nee, de nee dat, denk, dat denk ik niet echt. Ik denk gewoon dat, uh, dat in die tijd, uh, 25 of 30 jaar, 25 jaar geleden, uh, dat, ja, de kunstenaars hadden niet zo'n zin om het penningmeesterschap te doen. Nee, dat nee. is ook niks voor nee. kunstenaars, denk ik, toch? Om uh, de, de centjes te gaan tellen. Hm? Pardon? Dat is ook niks voor kunstenaars, toch? Nee, maar ja. Eigenlijk vind ik dat een kunstenaar ook een beetje een ondernemer moet zijn. Dus In, in dat opzicht zouden ze het wel zelf moeten doen. Is de club eigenlijk altijd uh, uh, financieel gezond geweest? In het begin ontzettend moeilijk. Echt heel erg moeilijk. Echt waar allemaal de, de centjes omdraaien. En, uh, Want ja. waar kwam het geld dan vandaan? Wie, wie bracht uh, dat in? De gemeente, de gemeente Lelystad en de provincie. Ja, dat was in het begin. Ja. Hey, Walter, jullie um, helpen ook kunstenaars toch? Jullie behartigen hun belangen. In, in hoeverre uh, kun je bij uh, uh, dit soort dingen, hè, kunstenaars die echt moeite hebben om uh, uh, hun hoofd boven water te houden, kunstenaars helpen? Nou, uh, het ondernemers, ondernemerschap waar Trudy het over heeft, ja. dat is gewoon eigenlijk in deze tijd gewoon essentieel. En dat, uh, daar kunnen we ze bij helpen. Ja, op welke manier? Uh, door het voor te doen, door ze, door ze bij de hand te nemen. Ja, en, en ze te introduceren bij, bij organisaties, opdracht te geven. Um, en in dit geval, die, die 30 projecten, die worden ook georganiseerd door sommigen van ons. En uh, ja, dan, dan, uh, dan komen ze achter van jeetje, wat is dat ingewikkeld, man? En wat, uh, en, en, maar wel leuk, maar dan, dan zit je opeens met, uh, met een wethouder aan tafel, of dan zit je met, opeens met een bedrijf aan tafel. En dan uh, moet je afspraken maken. Ja. En, dus je netwerk wordt gewoon opeens door die organisatie uh, wordt dat opeens veel groter. Maar goed, daar ben je in eerste instantie geen kunstenaar voor geworden, kan ik me voorstellen. Ja, maar dat, de, tegenwoordig moeten we als kunstenaar gewoon ondernemers zijn. En dat lukt ook. En wat we, als je, als je de... Het is heel moeilijk dus om iemand als penningmeester in het bestuur te krijgen, hoor ik net. Ja, dus ja. Penning, ja nee, maar dan, dan is het nog een keer ook je, je, de, ja, het belang van, van, de, van de vereniging. Maar, maar... De, 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 de kunstenaars die nu succesvol zijn, dat zijn nou allemaal ondernemers. Ja, hij, jij bent zelf uh, kunstenaar, uh, jij doet echt van alles. In hoeverre heeft uh, de kunstenaarsvereniging jou op, verder op weg geholpen? Ja, dat is een wisselwerking, zeker. <laughs> uh, door, doordat ik... Ja, ik ben het gaan doen. In 2003, geloof ik, ben ik, ben ik er een beetje ingestapt. En uh, ja, ik heb mezelf ontdekt daarin. Ja, wat en dan? Door... Op wat voor manier? Uh... Wat bleek je ineens heel goed te kunnen dan? Ja, dat, uh, de, de veelzijdigheid van, van alles. En dat je. Uh, nou, vroeger, dan, word, dan praat ik over mijn eigen persoonlijke verleden. Ik was vroeger heel verlegen. Ik durfde eigenlijk niks te zeggen. En, uh, en nu uh, ja, is daar niet zoveel meer van te merken. Dus uh, ik organiseer me gek. Nou, we hadden het net al een beetje erover gehad of je een Flevolandse kunstenaar kunt omschrijven, maar dat laat zich niet omschrijven, hè Hein? Nee, dat is. Dat is uh, nou ja, in die, het, het merendeel is wel het ouder. Dus uh, de, de, de jonge kunstenaars, die, die, uh, ja, die, die noemen zich eigenlijk geen kunstenaar. Terwijl dit toch een provincie is met zoveel jonge mensen die. Uh, over ja, maar de, om, we hebben geen uh, kunstacademie in huis hier zo. En dat maakt dat als mensen in de kunst zitten, dat die gewoon eerst naar Utrecht, Amsterdam of er, elders gaan. En dan komen ze niet zo makkelijker terug. Hmm. Eh, maar ja, merk je wel dat je, als je naar kunst kijkt van de Flevolanders die kunst maken, dat je daar iets in herkent wat Flevolands is? Nou, in de. Nou, we, we hebben ons in, de, in al die tijd wel gespecialiseerd in buitenkunst. En daarin, dat is wel onze speerpunt. Ja, daar, daar sluiten we natuurlijk ook een beetje aan bij de provincie met die. met die landschappelijke kunstwerken. Ja. Dus, uh, nou, je, zou, je zou kunnen zeggen dat wij een soort voedingsbodem zijn voor, uh, voor die grote dingen. Ja. Dus elk jaar hebben we wel een, een of meer uh, projecten die we buiten doen. En daar, uh, nou, dat, is een, dat is een bepaalde specialiteit. Er ja, was er eentje van vorig jaar. Ja, natuurkunstpark hebben we al heel vaak gedaan. En, uh, nou, we Een nieuw verleden hebben we jaarlijks gedaan. Uh, we, dit jaar gaan we takkerdag doen. Uh, takkerdag? Nou, het klinkt heel onaardig, maar dat zal toch niet zijn. Gewoon oh, leuk werken met takken. Ja, ja, ja. Trudy, wat vind jij.? Ja, jij bent zelf geen kunstenares, maar je hebt natuurlijk nu wel langzaam in al die jaren ogen gekregen voor kunst. Wat vind jij nou mooie kunst? Oh, dat is heel moeilijk. Dat is heel moeilijk. Dat is zo. Ja, persoonlijk. Je, je hebt je huis vol. Ik heb mijn huis vol, maar dat betekent niet dat ik alles mooi vind. Oh, je hebt, ook, je hebt ook dingen in huis die je zelf niet mooi vindt? Ik krijg nog wel eens het een en het ander van uh, de kunstenaars. En uh, ja, er zijn een heleboel dingen waar ik, uh, die ik heel erg mooi vind. Maar ik ben kun... niet zo van de abstracte kunst, vind ik wat moeilijk. Ja, kun je iets omschrijven wat je in huis hebt staan wat je wel heel mooi vindt? En wat door een Flevolander is gemaakt? Oh, dat is moeilijk. Wil je erover nadenken, want ik kan het ook ja, even, onder... ik zal er even ja. over nadenken. Even ik Heijn, ga wat... even mijn gangetje ja, langs? Ja. Han uh, of Heijn, uh, wat, wat vind jij mooie kunst? Ja, je, ja God, ik, ik heb... als ik naar mijn eigen werk kijk, dan, heb ik, dan, uh, dan ben ik een beetje verwant aan de periode 1910 tegen 1950. En, en wat waar onderscheidt zich dat in? Nou, zo zo begin het abstract uh, te worden, expressief... Uh, het um, is de vrijheid waar, waar die toen werd ontwikkeld um, in schilderen en in vormgeving: Picasso, uh, Leger, Karel uh, Appel. Mm -hmm. en, en als je kijkt naar wat kunstenaars nu maken in Flevoland, wat, kom je daar iets van elementen in tegen? God ja. Ik hoor het ja, al we stellen ja, veel dat te moeilijke vragen. Hebben dingen nagedacht misschien over die gang? Nou, ja. misschien ja. Maar... Nou, het, is ook, het is ook moeilijk om te praten over dingen als je er geen beeld bij hebt. En, uh... nee, maar voel jij je een één als kunstenaar hier in Flevoland? Nee, helemaal niet. Nee, nee juist. Hè. Nee, ik, heb, ik heb een enorm netwerk met allemaal mensen die, uh, die er mee bezig zijn. Maar wat is dan jullie klik in dat netwerk? onze gedrevenheid, denk ik, onze gedrevenheid en onze zin om dingen te doen en ook we, ja, steeds meer we willen met, werken met mensen en dat uh, ja en ik denk dat we daarin wel we zijn behoorlijk sociaal ja en dan mensen is dan niet andere kunstenaars maar dat zijn ja de gewone ja. de buurman de buurvrouw bewijs bij, bij van spreken ja, ja. En ook, maar ook wel met elkaar dus we zijn redelijk hecht en, uh, ja, dus we, 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 als je ons vergelijkt met, uh, met kunstenaarsverenigingen in andere uh, provincies, dan, uh, ja, dan, dan, dan zijn wij heel goed. We zijn een familie. We zijn een familie. Ja. Ja, en we ja. zijn, uh, het lukt ons om, uh, om uh, redelijk goed te betalen voor, uh, voor projecten die wij doen. Terwijl in andere provincies mag je meedoen, moet je betalen. Dus uh, ja, hier. Uh, dus jullie weten hier. goed het geld los te weken. Ja, het zijn geen wereldbedragen. Maar, maar zoals dit jaar hebben we nou, toch van alle, alle steden we subsidie gekregen. Dus nou, om de 30 jaar bestaan te vieren. Ja, Dan gaan we volgend jaar door 31. Ja, ja, je gaat gewoon een jaar een feestje <laughs> uh, organiseren. Om, uh, om de subsidiegevers maar uh, over de brug te krijgen. Ja, ik snap het. Ja, Trudy, die vraag ligt er nog. Ja, die ligt ja. er nog. Ja, nou, ik, heb, ik, 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 ik heb pas een. Um... Een klein uh, aquarel gekregen. En, uh, dat is van de Oostzornisplassen. En dat vind ik erg mooi, van een van onze leden. En kun je er ook dieren op zien of die staan er juist niet op? Dieren zien we er niet op. Nee, lucht. <laughs> lucht is het. Het meeste is Van koe, zeker? Van koe, ja. Van Koe, koe van Velzen. Ja. Um, ja, nou ja, jullie hebben er 30 jaar op zitten als kunstenaarsvereniging. Laten we even 30 jaar naar de toekomst kijken. Uh, stel nou dat we... Nou ja, we hoeven niet eens zo ver te kijken, hoor. Maar hoe, hoe ligt het culturele landschap er volgens jou uh, over een paar jaar bij, Hein? Um, ja, ik denk dat het ons wel lukt om uh, jongeren aan ons te gaan binden. Die, uh, de jongeren zijn geen verenigingsmensen. Uh, dus die, die moeten wat... Uh, ja, wat... Dat moeten we aantrekkelijker maken voor ze. Hoe ga je, dat, je dat doen? Door ze projecten aan te bieden die, waar ze geld mee kunnen verdienen. Dan, geld, dan komen ze. Dan, wel. Ja. dan komen ze. En dan merken ze dat ze dat leuk vinden en dan uh, en dan komen ze andere kunstenaars tegen en dan dan zijn de ja de grijzaarden die kunnen die kunnen best wel dingen leren aan hen. Ja. Um, ik denk dat we, wat we nu dit jaar aan het doen zijn met, met veel organisaties, dat we daar uh, de vruchten kunnen gaan plukken in de komende jaren. Ja. Trudy, wat is jouw uh, vurige wens voor het uh, kunstklimaat in de komende jaren in Flevoland? Mm. Dat er nog wat meer geld beschikbaar komt: via provincie en gemeente. En we krijgen zeker jongere kunstenaars nu. En de meeste komen uit Almere. Ja. Almere is echt een. Uh, Groot. In het begin kwamen de kunstenaars uit Lelystad, tenminste uit Lelystad en de omgeving. Maar nu komen de meesten uit Almere. Ja, ja, ja. En, en weer wat uh, nieuwe expositieplekken, zoals, uh, om zoals Levoland, om Flevoland. Bijvoorbeeld, uh. Nou, sterker ja. nog, hangt al, ja, ja. al iets. keer in de maand. We hebben hier altijd één keer in de maand dat we een kunstenaar tentoon mogen stellen. Dus als je amateurkunstenaar bent in Flevoland, dan en je zoekt een plek om te exposeren, dan mag je hier een maand lang uh, je stuk neerzetten. En uh, deze week, of deze maand zal ik even erbij pakken. Mm -hmm. Oh, dat klopt. Even naar het kunstwerk toe met uh, alle bijbehorende ja, het informatie. Is, het, is een, uh, ge, het, het lijkt getekend wat we hier hebben, maar het is volledig met de hand geborduurd. Het is een kunstwerk van Teunis Reuten uit Tollebeek. En hij is beeldend kunstenaar en scenograaf. Het ja, schilderij is ongeveer uh, 60 bij 80. En het is een heel bijzonder. Dus als je een keer uh, de gelegenheid hebt om de televisie bijvoorbeeld aan te zetten en naar ons te kijken... dan kun je dus elke keer op de achtergrond dat mooie schilderij van Teunis Reuten zien. Dus wij hebben hier dus ook in het klein een expositieruimte. Daar hebben we? zo'n voldoende gescoord hein? Nou, vooruit. Er <laughs> kan altijd weer bij, ik hoor het al. Nou, ons, uh, bij de lift hangt nog uh, de voetstapjes van Groninger. Ja, in ons gebouw. Ja. In ja. jullie gebouw, ja. 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 Nou, He heel erg bedankt en heel veel succes natuurlijk... met de verdere viering van 30 jaar Kunstenaarsvereniging Flevoland. Hein Walter en Trudy van der Meer.